Misschien mag iemand het ook een keer opnemen voor de boeren. Want laten we het alsjeblieft even in een perspectief zien. Als we kijken naar de stikstofuitstoot, dan is die sinds 1990 al met twee derde geslonken. En als we kijken Zeker. naar de boerenbedrijven, dan sinds 2000 zijn nog maar de helft van de boerenbedrijven overgebleven. Ze doen geweldig goed werk en ze verdienen ons juist een compliment. En we maken ze helemaal kapot als we gaan doen wat mevrouw Kaag wil en de heer Klaver: dat we de boerenstand, dat we de veestapel gaan halveren. Dat is ontzettend dom. ik had een vraag aan de heer Hoekstra. De heer Hoekstra, we weten allemaal dat u misschien in de loop der weken... nog tijd heeft om uw eigen verkiezingsprogramma een keer goed te lezen. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat u kijkt naar uw eigen stemgedrag. U bent een partij die groot is hier in Brabant, het CDA. En u heeft als CDA voor die verschrikkelijke stikstofwet gestemd. Samen met mevrouw Kaag en de heer Klaver, uw partij in de Tweede Kamer. En u heeft daarmee de boeren... Heeft u ja, eigenlijk de ja. De, 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 de... ja, naar het cachot... Gebracht. U heeft ze in een positie gesteld dat ze normaal niet meer kunnen boeren. Wat is uw boodschap? Naar die allemaal, die boeren hier in Brabant, dat u één lijn trekt met mevrouw Kaag, die met diezelfde wet wil dat die veestapel wordt gehalveerd. Met uh... de heer GroenLinks, die eigenlijk van alle boeren in Nederland af wil. Niet eendimensionaal moeten zijn. U staat niet naast de boeren. U pakt de boeren. We hebben al bijna geen boeren meer in Nederland. De helft is er al mee opgehouden. Dan zegt u. Nou, als ze er mee willen ophouden, u jaagt ze weg. En wil die dan dat we kip en varkens uit de Oekraïne gaan halen, waar ze het woord dierenrechten of het. Woord Dierenbescherming of dierenwelzijn, eens kunnen spellen. Want dat gaat er gebeuren. Als u de boeren nee. wegjaagt uit deze provincie, nee. dan gaan we het vlees halen van buiten nee, is Europa, van. waar ze beesten slechter worden behandeld, waar ze helemaal niks hebben met normaal. Ja.